Welkom in de uitzending op het programma Op de Bank Politiek. Ik zit met een zeer getalenteerde vrouw, moet ik zeggen. Ze heeft een politieke carrière achter de rug van een aantal jaren. Ze is lid van een partij die het woord geluk in de agenda, de politieke agenda, heeft gekregen in Schagen. Ze is lid van de auditcommissie. Ze is lid van de programmaraad van Schagen FM. Ze is jongerenwerkster geweest in de gemeente Schagen, het oude gemeente Schagen. Kortom, over wie heb ik het? Over Margreet Verloop, precies, dankjewel. Hartelijk welkom. Ja, je bent al heel lang in de politiek actief, denk ik, hè? Hoeveel jaar is dat? Sinds 2011. Marieke Bredewold was toen een eenmansfractie in de oude Raad van Schagen. Ja. En dat is heel veel werk. En toen heeft ze een aantal mensen gevraagd of ze konden gaan helpen. En onder andere heeft ze mij gevraagd om te helpen. En in 2012, toen kwamen er herindelingsverkiezingen. Toen hebben we met elkaar besloten om een partij op te richten. En ik ben dus een van de oprichters van de partij. Veel werk, Margreet. Dat was best wel veel werk, maar was ook leuk om te doen. Ja. Hè? Dat je met elkaar kijkt van wat gaan we doen, wat wordt ons verkiezingsprogramma, wie wil er lid worden, want het is dan ook nog spannend. Ja. En toen bleek daar toch wel heel veel enthousiasme voor te zijn. Wat heb je met politiek? Wat is voor jou politiek belangrijk? Het wens voor u gaat voor sociaal, duurzaam en een gelukkige toekomst. Ja. En wat ik ook belangrijk vind is dat dankzij Wens voor U veel meer vrouwen actief worden in de politiek. Want, dat mag wel een beetje, toch? Ja, natuurlijk. Want als je ziet dat 1/5 deel van de raad in Schagen is een vrouw. Ja. En dat mag wel wat meer zijn wat mij betreft. Ja. Ja. Nou goed, de verkiezingen zijn in maart geweest. Je had gehoopt natuurlijk op iets meer dan één zetel. Want dan was jij ook misschien in de raad gekomen. Ja, daar had ik wel op gehoopt. Maar teleurstelling natuurlijk. Ja, daar had ik wel een kater van. Ja, precies. Ja. Ja. En zo, de partij is natuurlijk ook een tijd in de college geweest, hè? Coalitie. Hoe was dat? Ja, dat was wel een hele aparte ervaring. Ja. Omdat je gewend bent om vanuit de oppositie te opereren. Ja. En dan kom je in een hele andere rol terecht. Ja. En ja, dat was wel even wennen, moet ik zeggen. Jullie een eigen wethouder, Steven van Dijk. Ja. Was het een prettige man om mee te werken? Heel prettige man om mee te werken, ja. Dat ook met kennis van zaken en ook natuurlijk met ervaring als wethouder. Ja. En dat hadden wij nog niet binnen de partij. Nee, precies. Ja. Nee. Aan de knoppen zitten, dat was natuurlijk mooi als je in een college zit. Ja. Heb je ook kun je ook iets zeggen hoe dat gaat? Nou ja, je gaat onderhandelen over een coalitie en dan breng je natuurlijk je eigen punten in om de coalitie een stuk van jouw kleur mee te geven. Mm-hmm. En die kleur was dan in dit geval vooral groen. Ja. We hebben bijvoorbeeld het behoud van oud groen in het coalitieakkoord vast kunnen laten leggen. En dat is dan wel een punt waar wij voor gingen. En geluk natuurlijk, hè? Ja. Want daar, dat hebben jullie echt op de agenda kunnen krijgen. Ja, klopt. Van de gemeente, ja. Ja, het is kijken naar het beleid vanuit een andere invalshoek. Ja. Het is een minder begaand pad. Precies. En ik vind dat wel interessant om het vanuit die kant een minder gebaand pad op te gaan. En te kijken naar hoe je dat kunt vertalen naar meer kwaliteit van beleid voor de inwoner. Ja. Nou, nu zit de beweging weer in de oppositie. Ja. Dus jij kunt weer anders kijken naar het beleid. Ja. Hoe is dat dan weer? Ja, nou, vind je het soms leuker in de oppositie dan in de coalitie? Zeg eens eerlijk. Beide posities hebben hun voor- en hun nadelen. En wat ik een uitdaging vond in de coalitie is om zowel kritisch te blijven als dan ook een goede coalitiepartner te zijn. En in de oppositie hoef je daar geen rekening mee te houden. Nee. Dus dan heb je een wat vrijere rol. En ik moet zeggen dat ik dat zelf wel goed. Ja. Dat ik dat zelf wel fijn vind. Ja, precies. Ja. Dus voor jou is het niet zo erg dat je in de oppositie bent. Nee, te meer ook omdat het college ook ideeën overneemt als je goede ideeën hebt. Bijvoorbeeld zoals nu met zonnepanelen boven parkeerplaatsen aan het strand. Ja. Dat was een idee van Wens voor U en dat is nu gewoon overgenomen door gelezen, het college. Ja, kijk eens aan. En ja. Dan denk je van dan En dan staat je auto onder de schaduw. Ja,
Auto dat, in de schaduw en ondertussen... Ja, heerlijk aan het strand liggen. Ja, en dan ondertussen... Precies, ja. Wordt keurig de energie opgewekt met de panelen precies, daarboven. Ja. Ooit ben je jongerenwerker geweest? Ik zeg ooit, maar zo lang was het. Is het niet geleden? 2008 of zo, in die tijd moet ik denken? 10 jaar geleden. Bij Trapman? Ja. Ja, 10 jaar geleden is het al. Ja. Ja, ja, ja. Ja, en dat werk heb ik toch ruim 20 jaar gedaan. Ja, dus, dat is een heel lange periode. Ja, ja. Hoe was dat nou, jonge werken, toen de tijd, 10 jaar geleden? Ik vond het heel leuk. Ja. En voor jongeren betekent het dat ze een eigen plek hadden waar ze elkaar konden ontmoeten. En zelf activiteiten organiseren en uitvoeren. En waar ze ook ruimte hadden om dingen te leren en hun eigen cultuur te beleven. Ja. En, maar ja, we deden natuurlijk niet alleen dingen in Trapman, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld, je had toen de tijd een groep skaters die op het station, die schoten dan van de helling af. Ja. En dan gingen de buschauffeurs helemaal in de gordijnen, ja. Omdat dan schoten ze voor de bus langs. Dat moet maar niet gebeuren. Nee. Dus er moet iets voorkomen. Ja, dus wij hebben dan toen met die jongeren gewerkt en de gemeente gewerkt aan de komst van een skatepark in de wijk Muggenburg. Ja, dat is er nog steeds, hè? Dat is er nog steeds. Ja. En ik vond het ook heel leuk om te merken dat ze onlangs bij de raad kwamen inspreken met de vraag of er een goede opknapbeurt kon komen. Ja, dat is toch mooi? Ja. Gaan ze de gemeenteraad, dan vragen ze voor op een oplossing, een voorziening. Ja, want die halfpipe die staat er al tien jaar. Ja. Ja, al veel langer, want die stond er toen al. Ja, en dat is echt toe aan een opknapbeurt. Ja, maar ze kwamen er zelf om vragen en dat vind ik dan wel heel leuk. Ja, dat is wel weer leuk. En dat komt allemaal door het jongerenwerk. Nu, je bent nog geen jongerenwerker meer, hè? Op een moment is het afgelopen geraakt. Je doet heel wat anders op een school. We kijken even naar nu. Zijn er nu ook jongerenwerkers in dienst of actief in Scharen, die ook een beetje hetzelfde werk doen als wat jij deed? Het is nu anders. Er is nu de integrale aanpak jeugd van de gemeente. Daarbij werken dus wijkteammedewerkers van de gemeente samen met jeugdzorg en bijvoorbeeld de politie. En dat is dan wel gericht zeg maar op jongeren in de hele gemeente, op groepsgerichte activiteiten en individuele coaching. Ja. En ze hebben bijvoorbeeld ook een ontwikkelhuis aan de Lage Dijk in Schagen. Lage Dijk, ja. Ja. En wij hebben een paar jaar geleden een plan ingediend voor extra straatcoaches om die integrale aanpak nog beter te kunnen uitvoeren. Ja. Ja. En inmiddels draait dat 2 jaar. En eigenlijk ben ik wel heel nieuwsgierig naar de resultaten daarvan. En ook vooral wat jongeren er nou aan hebben. Ja, dat is ook heel belangrijk. Ja. Ja. Dus die straatcoaches zijn een soort outreach aan het werk aan het doen? Zijn die de wijk in? En... Ja. Ja, het is de bedoeling, voor zover ik het heb begrepen, dat zij de jongeren op straat bezoeken, precies, aanspreken, met ze aan de slag gaan. En ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. Ja, nou, we praten het ook even over. We gaan even naar een muzikale intermezzo kijken. Je hebt een keuze gemaakt. Ja. Ik heb gehoord iets van Bluff. Ja, klopt. Wat is het? Het is het nummer Dansen aan Zee. Die keuze heb ik gemaakt omdat het is mooie muziek om te beginnen. Bluff maakt wel meer mooie muziek. Maar het is ook een nummer met een mooie dichterlijke tekst. Absoluut. Het gaat namelijk over het afscheid nemen. Afscheid nemen van mensen die je lief zijn. Van dromen die je hebt gehad. En uiteindelijk misschien van het leven zelf. De manier waarop ze dat verwoorden. Yeah. En, maar ondertussen zeggen ze er ook bij, laten we dansen. Ja, precies. Laten we er samen nog iets moois van maken. Ja, dat staat en dat spreekt mij wel heel erg aan. We gaan kijken en luisteren. Dank je. Dat was Bluff, prachtige muziek. Ik zit met Margreet Verloop op de bank. Margreet, je bent lid van de steunfractie van Wens voor u. Ja. We hadden het over jongerenwerk, want je ogen begonnen weer te glimmen.
Ja, ik zag het. Ja, want het is een hele mooie tijd geweest voor jou. Ja, ik heb daar wel heel veel plezier aan geleefd om samen met jongeren dingen te mogen ondernemen en ze ook daarin te zien groeien. En het leuke was, ik herinner me dat nog, dat jullie met een bus rondreden. Hoe was dat? Dat is in de tijd geweest van Kern 8. Kern 8, ja. Ja, dat, want het jongerenwerk, ja, klopt. En Groene Weg. Dat was jij toen al weg? Of toen was ik al weg, ja, want het is in 2009 overgenomen door Kern 8, het jeugd- en jongerenwerk. Ja. En, maar die bestaat ook niet meer? Nee, want op een gegeven moment stopte de subsidie in Alkmaar, want het was van oorsprong Alkmaarse stichting. En toen is het eigenlijk een stille dood gestorven. Ja. 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 Hebben wij eigenlijk een jeugdbeleid? Hebben wij een jongerenraad? Nee. Moeten we die hebben, vind je? Ja, ik vind het wel belangrijk dat jongeren betrokken worden bij het beleid. Ik vind dat ook een van de uitdagingen voor het beleid. En dat kan door middel van een jongerenraad. Ja. Maar wat ik ook wel een goed idee zou vinden, is een online jongerenpanel. Zoals we hebben het Schager Inwonerspanel. Ja. Daar wordt de laatste tijd niet een heel groot beroep meer op gedaan. Maar ik zou het een heel goed idee vinden als dat er ook voor jongeren zou zijn. Ja. Want interactie moet wel plaatsvinden natuurlijk. Je moet wel weten wat ze willen. Je moet met jongeren praten, niet over ze. Nee, precies. Ja. Ja. En gebeurt dat te weinig, denk je? Ik vind dat een beetje lastig in te schatten. Want ik sta er nu wat verder van af. En ik weet ook niet in hoeverre dat vanuit de integrale aanpak nog vorm wordt gegeven. Mm. En, dat moet je allemaal nog weten. Ja, die vragen aan precies. Gemeentebestuur. Ja, want ik ben heel nieuwsgierig. Ja, dat begrijp ik. Ja, absoluut. Een van je onderwerpen waar je ook heel druk over maakt, sterk over voor maakt, is mantelzorg. Ja. Maar je bent ook zelf mantelzorger geweest. Ja. Heel lang voor je moeder, die vorig jaar is overleden. Ja. Kun je iets zeggen wat voor mantelzorg voor jou betekende in je leven? Ja, nou ja. Dat is iets wat je doet, omdat je... Ja, je wordt er gewoon voor geplaatst, als het ware. Ja, want je familieleden hebben dat nodig. Ja. Want dat was niet alleen voor mijn moeder, maar ook voor mijn broer, die in 2017 is overleden. Ja. En je wordt daarvoor geplaatst. En ik heb ook in die periode heel veel zorgverlof op moeten nemen bij mijn werkgever. Omdat, dat komt goed met je werkgever, die had echt wel gevoel voor. Ja hoor, daar was ik ook heel blij mee. Dat daar heel begrip voor was. Ja. En, maar ik kan me wel voorstellen van dat soort situaties voor mantelzorgers wel eens knellen. Ja. En dat moeilijkheden oplevert. Ja. Ja. Want mensen zeggen van, we doen dat uit liefde, maar ondertussen vraagt het wel heel wat van. Ja, precies. Ja. Er is natuurlijk heel veel overbelaste mantelzorgers. Ja. Was je ook een beetje overbelast soms, of kan je dat niet zeggen? Nou, ja. Of liep je wel af en toe eens tegen de rand? Ik zelf niet zozeer, maar mijn vader, die voor mijn moeder heel lang voor mijn moeder heeft gezorgd, wel. Ja. Maar hij was ook echt niet de enige, want wat je hoort, zeg maar, is dat mantelzorgers, die willen eigenlijk drie dingen. Nee, ze willen meer waardering, ze willen meer hulp en ze willen minder regelwerk. Ja. En zo moet het natuurlijk. En het is dan ook aan de gemeente met een beleid voor mantelzorgondersteuning om daaraan tegemoet te komen. Ja, precies. Ja. En hoe gaat dat dan? Ja, nou, als het gaat om de waardering. En mensen zijn, tot een paar jaar geleden was men gewend om €200 per jaar te krijgen van de sociale verzekeringsbank. Compliment, hè, was dat, hè? Mantelzorgcompliment. Ja. Ja. En dat is nu veranderd in een bon van €25. Ja. Euro. Ja. Ja. En dat, ik kan me voorstellen dat... Hoe kan dat nou? Dat valt gewoon tegen. Ja. En, word ik dan minder gewaardeerd dan vroeger? Ja, en dan zie je van... dat wat dat betreft er wel wat meer gedaan kan worden. Nou is het onlangs verhoogd naar €50 per jaar. Ja. Maar wat ons betreft mag er ook nog wel een kortingspas bij. Waarmee je dan bijvoorbeeld bij Schager ondernemers korting kan krijgen op allerlei zaken. Ja. Dat, je hoort ook vaak mantelzorgers, dat geeft mij maar wat meer professionele zorg. Ja. Dat geeft mij de meeste ontlasting. Nou, een van de dingen die ook gebleken is uit een evaluatie in 2017, dat is dat er behoefte is aan meer vervangende hulp thuis. Ja. En dat is nu door Wonen Plus Welzijn, met vrijwilligers wordt dat ingevuld. Maar de vraag die ik daar dan bij heb is van, als er dan geen vrijwilliger beschikbaar is,
wat dan? En dan, op zo'n moment vind ik dat de gemeente wel zou moeten bijspringen met professionele hulp. Ja. 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 Je hebt ook een paar keer gevraagd in de raad naar een rapportage, evaluatie. Hoe gaat het ermee met de mantelzorg? Bereiken we nou alle mantelzorgers of niet? En ja. Doen we ons best? Ja. Krijg je daar wel voldoende informatie van het gemeentebestuur? Kan je daar een... Kan je ook een beetje meesturen aan het hele beleid? Ja, mantelzorgers wordt ook wel gevraagd om mee te denken in beleid. Ik heb nog wel eens een opmerking gemaakt over het feit dat er dan ook een terugkoppeling moet plaatsvinden. Ja. Zodat je niet alleen maar aan mantelzorgers vraagt van wat willen jullie. Maar dat je dan ook met het beleid teruggaat naar de mantelzorger en zegt van dit hebben we ervan gemaakt. Wat vinden jullie daarvan? Ja. Dat stukje, dat vind ik heel belangrijk, ja. dat wel gebeurt. Maar er zijn ook dingen blijven liggen. Pleit je nou voor een soort mantelzorgraad? Of dat is niet wat je wil? Of? Nee, maar dat maar als... toch wel een soort structureel... Ja, dat er wel, als er het gaat om beleidsverandering... dat er wel een beroep wordt gedaan op de mensen waar het om gaat. Ja. En dat je dat samen met hen doet. Mm. Ja. Dat vind ik wel belangrijk. Ja, ja. Begrijp ik, ja. Dat is ook zo. Je hebt natuurlijk de WMO-raad. Ja. Daarvan wordt gezegd, ja, daar zitten misschien ook mantelzorgers in. Ja. Dus dat is afgedekt. Maar jij zegt, nou, dat is nog dat niet voldoende. Dat mag best breder. Dat mag best breder. Ja, ja. Dat mag breder. Ja, mag... ja. Ja, precies. Ja. 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 Dus dat mag nog wel een graadje hoger, ja. Zeg jij. Ja, precies, want het is beleid voor een groep mensen uit de gemeente Schagen. Ja, dat is ook zo. Dat is niet onbelangrijk natuurlijk, mantelzorgers. Nee. Laten we wel wezen. Dus, we hebben een hoop groot volume uren... die anders betaald moeten worden. Ja, dat klopt. En mantelzorgers staan vaak toch voor een zware taak. Ja. En, want in Nederland hebben we het allemaal heel ingewikkeld gemaakt. Dus het is soms gewoon... niemand weet precies waar je voor wat moet zijn. Ja, regels, ja. Ja, en als je dat dan weet... dan krijg je vaak ook nog te maken met lastige procedures. Ja. En ja, dat is dan ook zo'n punt waar je mensen over hoort, dat wel een tandje minder mag. Ja, dus nog een hele taak voor je, wat dat betreft, in de politiek. Ja. Ja, ja maar Geet, we gaan weer even kijken, nu niet naar muziek, maar we gaan kijken naar een mooie filmtrailer. Wat heb je op het programma staan voor ons? Intouchable. Dat is een Franse film uit van een jaar of 6, 7 terug. Dat is het verhaal van een jeugdige delinquent uit een voorstad in Parijs. Die gaat zorgen voor een miljonair die volledig verlamd in een rolstoel zit. Nou. En er groeit dan een hele bijzondere vriendschap uit. Maar de manier waarop dat in beeld wordt gebracht, dat is... Ook met heel veel humor en met een heleboel hilarische situaties. Ja. Ik heb er verschrikkelijk om gelachen. Maar ja, het is ook wel een hele ontroerende film. Ja. En de titel zegt het al, Intouchable, de onaanraakbare. Het zijn zowel de jeugdige delinquent als de verlamde miljonair. Dat zijn mensen die niet alleen zelf met vooroordelen te maken hebben... maar ook nog vooroordelen ten opzichte van elkaar hadden. En ja, dan zie je zeg maar van dat als je samen mens bent, dat allemaal weg kan vallen. Ja, mooi. Mooi, we gaan kijken. Ja. Je vais chercher mon papier par rapport au... Entrez. Vous êtes civic. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça va, merci, et vous? Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler? Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie que vous tiendrez pas deux semaines. Non mais vous avez fini de jouer, non? Mais en fait, vous sentez rien du tout, là. Et la jupe, elle est où, là? Non, ça, c'est des bas de contention. Ça, si je les mets pas, je risque de m'évanouir. Moi, je vais pas vous mettre des bas, hein. Même pour vous, vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... On dit non, on les met pas, on reste là. Voilà. C'est bon, comme ça? Attends. Bon appétit. S'il vous plaît. Oh. C'est qui, ce type? Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Tu dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Et surtout dans ton état. Dites-moi, vous n'avez pas envie de prendre le large? Vous voulez vous barrer, c'est ça? Et on va où? Respirez un peu. Ça y est, les voilà. 100 euros que j'ai mis dans le vent. Tenu. Vous
dégueulasse, là, faut renvoyer un peu. Ja, heel mooie film, hè? Fantastisch. De Onaanraakbare. Ja. Ja, heel mooi. Margreet Verloop op mijn bank. Lid van de steunfractie van Wens voor U. Ja. Zo is het, hè? Ja, zo is het. Een van de dingen waar je ook druk op maakt, of sterk van maakt, moet ik zeggen, is de duurzaamheid. Hè? Ja. Want het heeft ook aangegeven dat jullie partij er ook nodig over willen zeggen. Ook moties hebben ingediend, amendementen, dus jullie zijn wat heel actief bezig. Als je praat over duurzaamheid, wat is voor jou nou het belangrijkste? Duurzaamheid hier in Schagen, lokaal. We moeten allemaal bijdragen om ervoor te zorgen dat voor onze kinderen en kleinkinderen de situatie aanvaardbaar en ook betaalbaar blijft. Want de gevolgen van klimaatverandering, dat zal een kostbare zaak worden. Ja. En wij kunnen er nu voor zorgen dat de rekening daar niet helemaal neer wordt gelegd. Je zegt niet helemaal, wel een beetje. Ik denk dat dat niet meer te vermijden is. Maar we proberen natuurlijk er wel op een positieve manier naar te blijven kijken. Dus vooral naar wat we nu kunnen doen om de toekomst beter te maken. Ja. En als het gaat om duurzaamheid, ja, dan kun je in de gemeente Schagen heel veel doen. Mm. En er gebeurt ook wel het een en ander, ja. Maar naar mijn idee kunnen we nog meer doen. Ik vind dat op heel veel daken nog steeds geen zonnepanelen liggen. Nee. Het is echt toch maar heel weinig. Ja. Hoe kan dat? Ja, nou ja, het is een investering. En wat je ziet is dat mensen het kijken zeg maar naar de hoogte van de investering en de lengte van de terugverdientijd. Ja. En dat stel dat je bijvoorbeeld, je bent een oudere en je denkt eraan om te gaan verhuizen op termijn naar een appartement. Dan loont dat wellicht niet meer. En dan zeggen ze van, dan beginnen we er niet aan. Ja. Dan zie je dat er een drempel is. En ik vind dat de gemeente meer zou moeten doen om mensen over die drempel te helpen, om ze een duwtje te geven. Ik heb het gevoel dat jij nou zegt dat die gemeente die vindt dat als alles wat je terugverdient, dan krijg je van ons geen subsidie. Nee, het is natuurlijk zo dat zonnepanelen en een goede isolatie van je huis, dat eigenlijk een hele goede investering is met een prima rendement. En daarvan zegt de coalitie, ja, als je er zelf geld aan kunt verdienen, dan hoeven wij daar geen bijdrage meer aan te leveren. En dat vind je wel echt kort door de bocht, begrijp ik? Dat vind ik, want er is kennelijk toch een drempel om eraan te beginnen. Als je ziet zeg maar hoe weinig zonnepanelen er inderdaad nog op daken liggen, dan valt er nog een wereld te winnen. En letterlijk een wereld te winnen. En je ziet ook allerlei mogelijkheden. Waarom niet op het Mercado parkeerdak bijvoorbeeld? Want het hoeft niet alleen om woningen te gaan. Maar er zijn nog zoveel mogelijkheden om meer te doen. Zwembad? Ja, bijvoorbeeld. Parkeerterrein? Ja, parkeerterreinen, daken van woningen. Maar dan zou je. Het is zo van dat met de wooncompagnie zijn er prestatieafspraken gemaakt. Van het totale woningbezit, daar moet in 2020 het gemiddeld energielabel B aan hangen. Ja, precies. En woningen van energielabel E, F en G, die zouden er dan niet meer mogen zijn. Nee. En B is dat je vloer geïsoleerd is, je muren, dak. Ja, en ramen zijn. Ja, dat is een niveau dat wel al heel aanvaardbaar is. Ja. En maar de wooncompagnie is dus goed op weg. Mm-hmm. En wat je dan ziet is dat eigenaren, particuliere eigenaren en commerciële verhuurbedrijven, die blijven dus achter. Mm. Die investeringen die worden dus onvoldoende gedaan. Ja. En die zijn wel nodig. Ja. En nou zijn er natuurlijk ook nog heel veel vragen leverde bij mensen als het gaat om toekomstige energievoorziening. Bijvoorbeeld als mijn cv-ketel vervangen moet worden, moet ik dan een warmtepomp aanschaffen? Ja. Allemaal van dat soort zaken. Maar alle mogelijkheden die er in de toekomst komen, daar is een goede isolatie van je huis voor nodig. Ja. En dat betekent dat je nu aan de slag ermee kunt. Mm-hmm. En je hoeft dus niet te wachten tot je vragen beantwoord zijn. Maar er moet wel iets gebeuren om dat allemaal te stimuleren. De inwoner heeft kennelijk meer nodig om over de streep getrokken te worden dan er nu gebeurt. En dat geldt niet alleen voor de gemeentelijke overheid, maar natuurlijk ook voor de landelijke. Ja. Ja.
Vind je ook jullie partij ook als een voorwaarde? Dat je zegt, van, nou ja, die zonneparken en zonneweiden, die kunnen er komen. Maar eerst moeten de daken behoorlijk goed worden geïsoleerd en met zonnepanelen voorzien. Ja, ik vind, je hebt het ook over landbouwgrond. En die hebben we ook nodig, goede landbouwgrond. Ja. En het is ook zo van dat in de universiteit... En Wageningen heeft vastgesteld dat zonneweiden niet zo goed zijn voor het bodemleven. Nee. Dus ja, ik vind dat je daar wel voorzichtig mee moet zijn. Ja. En, het voorjaar komt de nota van het college over verduurzaming. Dus we moeten afwachten wat erin staat natuurlijk. Ja. Inmiddels hebben we natuurlijk altijd gekibbel in Den Haag. Hè? Ja. Daar kijken we ook natuurlijk naar, van wat gaat daar nu gebeuren. Ja. Wordt dat straks niet een kabinetcrisis, omdat alles weer gaat rollen en... Nou ja, wat je ziet is dat er heel veel dingen mogelijk zijn, maar dat niemand de rekening wil betalen. Ja, zo. En, ja. Ja, dat is wat je ziet. Ja. En dan, ja, je moet met elkaar toch aan de slag. Ja. Want je kan de rekening. Want als niemand de rekening wil betalen, dan betekent het dat de kinderen en de kleinkinderen de rekening moeten betalen. Ja, duurzaamheid wordt dan voor de happy few. Ja. Zeg je eigenlijk een beetje dan. Ja. Ja. Dus dat moeten we niet zien. Nee, we moeten met z'n allen aan de slag. Ja. 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 Ja, nou ja, dat is ook zo, die hele vergroening. Mooi plan is natuurlijk om de verenigingsgebouwen, de daken, daar is wel een mooi plan voor. Ja. Voor het college om dat te gaan doen, er is geld voor aangetrokken. Zijn wij ook heel blij mee. En ze zijn ook blij mee natuurlijk. Ja. Maar er moet nog wat meer gebeuren natuurlijk. Ja. Ja. Ja, en wij hebben dan bijvoorbeeld bij de laatste begrotingsvergadering daar een amendement over ingediend. Ja. Om de bestaande subsidieregeling te verlengen. Ja. En we hadden daar zelfs ook een financiële dekking voor aangegeven, maar... Desalniettemin. Het werd door alle oppositiepartijen omarmd. En toch? En toch, de coalitie was van mening van dat... Ja. Als de burger eraan kan verdienen, dan hoeven wij... geen hand uit te steken, nee. Ja, en dat is in je ogen, in jullie ogen niet goed. Nee, want ik denk dat er meer moet gebeuren om mensen over de streep te trekken. Precies, en je merkt van dat mensen wel gevoelig zijn voor financiële argumenten daarin. Ja, uiteraard, dat spreekt vanzelf. Ja. Jazeker, ja. Absoluut. Nou, ik vind het een leuk gesprek met je, Margreet. Ja. En we gaan het gesprek altijd eindigen met dilemma's. Oh. Ik heb er twee. Oh. Ik hoop het niet zo moeilijk zijn. Nee. Waar zijn ze? Komen ze. Even kijken, mantelzorg. Zou ik het nog bij me hebben of niet? Nou ja, ik heb het wel in mijn hoofd hoor. Ja, ik heb ze hier. Politiek doet het omgekeerde wat de burgers willen... of de politiek leeft burgers voor wat ze moeten willen? Ik ben voor het laatste. Je bent voor het laatste. Leg uit. Nou, omdat ik vind altijd dat inderdaad politici het goede voorbeeld moeten geven... als ze een bepaalde richting aangeven. Wat is dan anders het effect van wat je zegt? Mm-hmm. Want de politiek beleiden met alleen maar de mond is natuurlijk heel eenvoudig. Ja, dat is wel makkelijk natuurlijk. Ja. Precies, dus ik ben wel een voorstander van het goede voorbeeld. Je bent heel duidelijk, ja. Ja. Het wordt tijd voor een kiesdrempel. Nee, ik moet zeggen, het wordt tijd voor een kiesdrempel van 5%. Of het wordt tijd politieke partijen met weinig leden buiten de kieslijst te houden. Dat is een harde, hè? Dat is een hele harde. En... ik vind wel dat iedereen mee moet doen, kunnen doen. Dus dan wordt het een keuze voor een kiesdrempel. Mm-hmm. Heb ik ook wel wat moeite mee. Ja? En om de volgende reden, dan krijg je dus een afspiegeling... wat niet de mening van de kiezer vertegenwoordigt. Want als de kiesdrempel dan niet gehaald wordt... dan voelen mensen zich toch niet vertegenwoordigd. Ja. En ja... met te weinig leden niet mee laten doen. Het is wel de beste manier om de PVV buiten te sluiten. Mm-hmm. Maar of dat nou democratisch is, dat... En daar wil je mee afsluiten. Nee, maar het is duidelijk en helder, Margreet. Ja. Bedankt voor het gesprek. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. Ja, dankjewel dat jullie me wilden ontvangen. Dankjewel. Dit was Op de Bank. Tot de volgende keer.